105 militairen hebben via vice-president Ronnie Brunswick een stuk domeingrond gekregen aan de Lelydorperweg. In een later stadium komen nog eens 75 militairen aan de beurt. De uitreiking van de bereidverklaringen vond vandaag plaats in de ISMI van Wilgen Sporthal en dat ook in aanwezigheid van defensieminister Krishna Mathura. Om de manschappen extra te motiveren hun werk te blijven doen, heeft Brunswick het op zich genomen om alle kosten, waaronder betaling van de landmeter, voor zijn rekening te nemen voor de 105 militairen. Een stap voorwaarts vandaag. Een militair die is een boegbeeld voor elke Surinamer. Straalt vaderlandsliefde uit, is een voorbeeld, zet zich in voor land en volk, is dienstbaar, gaat tot het uiterste in de uitoefening van zijn werk. Waar anderen stoppen, daar staat de militair op en gaat door. Ze vechter, is een strijder. Dit profiel, deze rol, kan niet tot uiting komen ten volle als een militair zelf thuis problemen heeft. Als de basisbehoeften van een militair niet in orde zijn, zoals een dak boven het hoofd. Of worstelen van kan ik met het geld huishuur betalen? Of kan ik uitkomen met het salaris? Dan kan die rol van die militair niet het volle tot uiting komen. En dat is wat voor ons heel erg belangrijk is en waar we zoeken naar oplossingen en zeker in een tijd waar we het moeilijk hebben met z'n allen. Waar we weten dat de waarheid, de realiteit is dat we als land niet voldoende hebben om het beste te geven aan iedereen. Waar we in een proces zijn om hieruit te komen en tot meer over te gaan. En dan is het moment ook dat de samenwerking heel belangrijk is. Dat we met elkaar nadenken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Hoe we kunnen helpen de doelen te realiseren die we als samenleving voor ons hebben neergezet. En daarom ben ik vandaag zeer erkentelijk. Zeer erkentelijk aan de stichting. Iedereen die vandaag heeft bijgedragen. Ik wil dan ook bedanken de vicepresident, mijn collega minister Dinota Forstwijk, de stichting, I'm Bold, maar ook het leger, de bevelhebber, om dit initiatief op te pakken en zijn structuren op te pakken en uit te voeren dat we vandaag hier zijn, concreet resultaat hebben, dat we die verklaringen gaan uitreiken. Heel hartelijk dank voor jullie inzet, voor jullie ondersteuning. Voor de militair betekent het een stukje zekerheid. Dat we een stuk perceel, dat u een stuk perceel krijgt waar u ook voor uzelf een doel kan stellen. Over een paar jaren wil ik het bouwrijp hebben en verder kunnen we binnen een aantal jaren beginnen met ons huis. Zodat u uw doelstelling heel helder heeft. Ik wil mijn huis af hebben in een bepaald jaar. En dat is inderdaad waar u dan vanaf nu aan gaat moeten werken. In alle aspecten. Want als u het perceel heeft en u heeft dat concreet doel niet, ik wil mijn huis, dan gaat u niet eraan werken. Dus u gaat heel gefocust zijn op uw doel, uw huis. En als dat huis er staat, dan kunt u trots zijn op uzelf, van u heeft een huis. U heeft een stukje zekerheid, niet alleen voor uzelf, maar voor uw gezin, voor uw kinderen. En u heeft een beetje minder zorgen. Dus laat dat doel heel duidelijk zijn en laat dat doel u drijven. En elke dag een stukje dichterbij bij uw succes van een huis. Wij van het leger, wij van Defensie, vinden nog steeds dat personeel voor ons het meest belangrijke is. We kunnen nog zoveel geld hebben en de beste middelen, maar als ons personeel niet gemotiveerd is,
niet geïnspireerd is, vecht nog met allerlei privézaken, dan zullen we niet in staat zijn datgene te doen waarvoor die samenleving ons hier heeft gezet. En dat is Suriname beschermen en ondersteunen en veiligheid brengen. Daarnet heeft de minister gezegd van we rekenen op jullie. En ik zeg niet dat we op je rekenen. Je bent militair en zodra je militair bent, dan ben je eenmaal 24 uur in dienst en u kent die taak. Niemand heeft u te verzoeken, u weet precies wat uw taak is als militair. Ja, en vandaan dat we ten alle tijde rekenen op u. Ik wil jullie ook bedanken voor uw inzet, voor de laatste dagen, de afgelopen dagen. Tijdens de demonstratie 17 februari hebben jullie met heel veel tact opgetreden. Andere mensen hebben gezegd van ja, de politie en de militairen zijn daar en ze laten die mensen plunderen enzovoort. En ik mag u zeggen dat ik heel trots ben op jullie, de wijze hoe het leger de politie heeft opgetreden. Als we conform of dienstovereenkomstig had gehandeld tegen onze eigen mensen, dan waren we vandaag een ander probleem. Je weet, de militairen is niks anders. Neerschieten, dan hadden we ook een ander probleem toch? Maar dat hebben jullie niet gedaan. Jullie hebben je verstand gebruikt en het is goed. Maar wij zeggen militairen, we zijn eenmaal 24 uur soms. Kom je 7-3 aan het werk. En aan het einde van de rit hoor je, je bent geconsigneerd. Je gaat niet meer naar huis. Al je plannen wat je hebt gemaakt, mag je vergeten. Ja, soms moet je helemaal naar Nigeria gaan, direct. Per direct. En alle militairen zijn bereid dat te doen. Maar we zien wel. En ik heb ook hier gestaan. Ik heb ook hier sport gedaan. Is meer voor welke sporthal. Ik kan me nog heuken, die was precies daar. En Weyland Bagwandas, die zoon, was ook daar. En die hele bucket is op hem gevallen, hij is direct dood gegaan. Ik was vlak hier. Maar in ieder geval, ik was ook recruit. Ik heb training gevolgd, soldaat, soldaat 1 enzovoort. Ik was ook in jullie plaats. En een militair wil niks anders hebben dan zekerheid. We willen goed leven toch? Al zijn we militairen, maar we zijn ook mensen. Dus ik heb gepleit, ik zeg in mijn periode als vicepresident, kijk ervoor zorg dragen, ik blijf erbij. Maar soms zeg de militair, ja maar VP, die dingen zijn niet zo. Ik wil dat jullie beter verdienen. Ja toch? En ik zeg van militairen, wanneer er gezegd wordt, niet eens een beroep op je werk gedaan, wanneer die opdracht wordt gegeven, je moet daar gaan, dan ga je direct naar daar. Maar wat about misrefi tem vrij, tem go tem kom bakami wan, libi vrij tien zo toch. Dus minister, laten we kijken, die mensen hebben een aantal toelages, laten we kijken wat we voor onze militairen kunnen doen. Dat de maar jullie vijftig is daarna dat jullie vrij, ik was ook dat jullie vrij minister. Dus ik ga me nog inzetten. Afgelopen periode 2010 was ik ook in de regering, maar niet in deze positie. Had ik ook de minister van Defensie gezegd, laten we die mensen nog een salaris geven. Nog 1 maand, eind van het jaar, wanneer jij naar huis gaat, dan krijg je nog een 13e maand salaris dat je vrij kan bewegen. Tapayari boom enzovoort. Alles was gepland, alles. Ineens is dat niet meer doorgegaan. Dus minister, ik denk nog eraan dat we nog kijken. Het land is, we hebben het wel moeilijk. Maar in ieder geval, hoeveel militairen zijn er? Laten we ons manschappen goed behandelen. Maar het komt goed. Ja, het moment dat we een beetje meer armslag hebben. Arme ruimte, kijken ervoor zorgen dat voor mijn periode, voor mijn afgeving, dat we zorgen dat die soldaten
Oshidenstrati. Waarom? En ik ben altijd om jullie te motiveren. Het werk wat jullie doen is enorm. En ik heb heel veel respect daarvoor. Wanneer je er problemen is, bel de school dat die, bel zo dat die. Komen jullie daar aan? Twee of drie politieagenten. En eind van de maand, de mabi 100 overuren. Je hebt nul, maar je hebt meer gewerkt dan die mensen. Dus minister, laten we kijken. Want minister, we hebben niet dat er aan mij verdienen. Verstaan? Maar dat oké, militairen, je weet dat. Opdracht uitvoeren, dom denken. Ja, dus je kan niks aan doen. Dat is alle militair. Maar wij als leider van het land moeten dat ook weten. En mag je zeggen, deze minister heeft me ook al gezegd, VP, laten we kijken hoe de manschappen tegemoet komen. En de president die is ook willing. En mijn tjaren wakker dat peter zo naar voetspang. Mijn tjaren wakker serieus. En ik ga weer een beroep doen op de minister, voorzitter Sanko. Maar goed, dan weet je dat Uno vergeet Uno. Niet alleen wanneer we je karakter nodig hebben, dan boem. Maar bakadim in boem toe. Want wat zie je? Soms zie je dat een militair, soms tramal maar tegen maar goed doen ook niet. Maar na systeem, acquisitie. En dat horen we af. Maar we moeten ervoor zorgen, minister, dat onze manschappen. Dat al doen te jong, samde jami boom. Daar moet je door gaan met plezier. En jullie doen het ook met plezier hoor, dat zie ik. Met plezier. Maar, ik heb u al gezegd en beloofd dat voor mijn periode ba, dat me want doen aan je soldaat. Ja? Oké, dan kom ik bij een stukje van. Bereid verklaring wat jullie zo aanstond in ontvangst gaat nemen. Ik ben bijzonder blij. Toen de stichting en de mensen van IMGO bij mij is geweest, heb ik de president gelijk gebeld, de president. Want alle de, hoe lang regelen we een aantal zaken maar is geen geld, midden onder de, maar toch jongens maar een groot midden af de. Dus als we dit ook niet kunnen doen voor onze manschappen, dan ben je nou doen niks je ding. En wanneer je een stuk grond hebt, een bouwkavel, en daar begin je ontwikkeling. Wanneer je eigen huis hebt, ik heb mijn eigen huis, ik heb mijn eigen woning, mijn afkoopij morgen eind van de maand, dan heb ik een gebroken samen kies die zo, dan heb ik een paar wang huur eten, tegen papa je huur in de next morgen, bijna niet om te bamen. Maar wanneer je je eigen huis hebt, je hebt je eigen of zo, dan daar begin je ontwikkeling. Daar begin je ontwikkeling en daarom heb ik het direct aangegrepen om te zeggen van ja, we gaan het project realiseren. En gelukkig, wanneer je iedereen wil een stuk perceel in de stad, er is geen perceel meer in de stad, met mijn tributie. Maar gelukkig hebben we onze legal bonds equipment. En dan binnen afzienbare tijd is het hele project bouwrijp gemaakt. Dat we Abu Egi precies. Natuurlijk, we zijn nu begonnen hier door het achterin. En we gaan ook nog komen wijnen. En ik denk dat we verder hebben dat we een listje moeten maken. Misschien willen andere mensen bijvoorbeeld, ik wil een mongo hebben, maar wijnen. Ja, voordat we ze mensen geven, laten we listen waar ze willen. Bijvoorbeeld, ik zeg ik wil een Nikeri hebben, dan gaan we een stuk per se voor zoeken in Nikeri bijvoorbeeld. Anderen willen een Saramaka. Ja, voor een permanent one time, sommige mensen willen een Borgopone zelf bijvoorbeeld. Dan laten we kijken waar de belangstelling naartoe gaat. Dan wil we doen dat morgen, dan amoron. Maar nu gaat iedereen naar het project daar. Is ook goed, want hij vindt wel precies, die breedte. Dus, precies wat de minister zegt. Je krijgt vandaag je bereid verklaring, maar dat is nog niet alles. Dan moet je kijken. Er zijn een aantal kosten die je moet betalen.
Amoro, die kost een landmeter. Je gaat naar de centrale bank, dan betaal je 200. No? Dat is het 200. Je hebt iets van 200 SRD. En landmeter. Is 1500. En die leesjes? Leesjes is 11 SRD. Hoe verhoog je, minister? Want 12 zijn gewoon verhoog. Alles aan mij verhoog in de congregatie. Maar goed, de enkele leesjes moest verhoog, want dat is not, dat is mijn ding. Maar die eerste 100, 105, nog hoeveel mensen krijgen nu? 105. Daar ga ik ervoor zorgen dragen dat ik voor deze 105 mensen alles gaat betalen. Ja? Dat ding. Ik betaal waarom? Precies wat we zeggen, we moeten het militair tegemoet komen. Ja, voor het werk wat jullie verzetten, dat zou ik doen. Meteen ik was ook hier, mina boren met lombe long, jong pas kotu long, gwem dan, mina wongo consigneer. Als ik terugkom, 15 dagen zwaar arrest in afzondering. Mijn naam staat nog daar. Pepe, ik heb een vraag. De landmeter kosten gaat over dat? Alles. Hallo, oké, dank je. Landmeter, alles. Ik ga die collectief die lijst nemen. Dan kan ik landmeter black betalen voor jullie. Dan kan ik ook centrale bank. Alles kijk voor ze regelen. Ja, dus we gaan bij next. Die bravo is de toekomst. Mensen, maar dat wat ik nu voor jullie ga doen, is wat jullie verdienen. Het werk wat Messi, ik woon ook op Mungo. En de mijn consigneur daarbij. Soms de man niet eens alleen de. Maar gewoon dat toen was ik nog geen vicepresident, dan maak ik gewoon dat we naar niks van je. Maar de meesten weten het, dat ik bij boot, of vrouw bij boot, hoe je man kan je toe, drie karton, ik breng daar. Want dat mis op, zou dat ontbinden voor een soort dat. Ja, maar ik ben trots op jullie. Ik wil alleen maar zeggen, jullie moeten gemotiveerd blijven. En ik weet het, een militair, je hebt niks anders te doen. Je kon wacht op een opdracht en opdracht uitvoeren. Dat ding is dat minister, we doen wel een beroep op de militairen, maar je hoeft geen beroep te doen. De maatschappij is geen taak. Je bent het of je bent het niet. Dat is het toch? Ja. Dat nou zo dat ik. En daarom, we want je zo moro zo te voegen aan vier boom. Ja toch? Minister, laten we kijken binnen de mogelijkheden om... Als ik geen over u kan krijgen, maar laten we kijken die toelagen die ze krijgen, dat we daar wat voor ze kunnen doen. Maar de bevelhebber heeft wel iets uitgewerkt. Ik denk nog niet meer lang dat we zijn nog deed. Maar goed, ik wil aan ieder feliciteren en bedank de organisatie voor wat ik hier zou doen. Maar ik kom een andere keer met jullie te praten, maar in deze tijd wil actie nu. Te kijken cool, blijf alert, ten alle tijden. Wat je niet goed kon, maar alles is onder controle. Laten we zo onder controle houden. En de manschappen, we nog wat zo maar. En als je gaat rijden, nog een race, dan wat je voor kies mankeren. Zal niet weer race, nee. Laten we ook voorbeeldig zijn in het verkeer. Ja. Hoe je zoekt erop, dan was maar weer te rustig. Even wat aan de, dat zou je doen. Maar in ieder geval, ik wil aan ieder bedanken en gefeliciteerd de mensen die hun eerste bereidsverklaring gaat krijgen. En de vicepresident van de Republiek Suriname gaat voor de eerste, want het zoveel die je nu gaat krijgen, dat je kosteloos je toewijzing krijgt.